Mijn boek heet Trager dan de snelheid. Het is een vervolg op De man die werk vond uit 85 en ook drie keer slapen en ik word wakker uit 98. En het handelt over een hoofdpersonage dat door Gent loopt, dat een vrouw en een kind heeft en dat besloten heeft om zijn vrouw 5 keer te bedriegen. En dat is de rode draad in het boek, de vrouwen waarmee hij zijn echtgenote bedriegt. Uit het leven gegrepen. Ja. Het feit dat hij de stand-up comedians in Vlaanderen heel slecht vindt. En dat vind ik ook. Ja. Er zijn maar twee goede komieken in Vlaanderen. Dat is Gunter Lamoot en Bart van Esten. En Pieter Preiteren, drie. Oh, ik lees dat 10 keer terwijl ik aan het schrijven ben. Daarna bij de correctie van de drukproeven. En als ik het dan in handen krijg als boek, als nieuw boek, lees ik het nog eens. En dan is het gedaan. Dan lees ik het niet meer. Nooit meer. Ja. Oh, ik heb non-fictie geschreven. Hè. De geschiedenis van de Vlaamse letterkunde, de geschiedenis van de wereldliteratuur. En nu denk ik aan een boek over de geschiedenis van de Tsjechische porno in de jaren 70. Ik ben een fan van Tsjechische porno. Heb je al gezien Tsjechische porno? Heb jij dat al gezien? Dat is de beste porno die er is. Hè. Tsjechische porno uit de jaren 70. Echt heel sexy. Heel vrouwvriendelijk. De beste is met tweeën in één onderbroek.